Hoe is het zo'n open dag, Mats? Ja, erg leuk. Vorig jaar was ik, natuurlijk kwam ik uit de helikopter, dus daar maak je niet echt heel veel mee van wat er buiten het stadion gebeurt. Maar ja, vandaag gaan we meemaken. Het is natuurlijk nog maar net begonnen, dus ja, we gaan het zien straks. Kijk jij, als je nou, je hebt net vakantie gehad, hè? Je hebt al gezegd ik ga dadelijk eens op mijn gemak alles op een rijtje zetten wat er nou eigenlijk allemaal met mij is gebeurd in de afgelopen tijd. Heb je dat ook een beetje kunnen doen? Ja, ja, uiteindelijk wel. Ik ben natuurlijk 2,5 weken ongeveer vrij geweest en 2 weken op vakantie geweest. Dus ja, dan ben je natuurlijk met vrienden en dan is het even wat relaxed, dus dan denk je er wel beter over na. En dan weet je wel wat hoe het gegaan is, dat het natuurlijk allemaal heel mooi geweest is en zo. En dat ik ook besef dat ik dit jaar eigenlijk gewoon door moet gaan zoals ik uiteindelijk afgelopen seizoen heb gespeeld. En ja, dat ik gewoon net zo hard moet blijven werken en zorgen dat ik aankomende week gewoon fit word. Ja. Is dan ook het beseffen dat het inderdaad heel snel is gegaan van Excelsior naar Feyenoord, beginnen op de bank, basis spelen, international van het Nederlands elftal? Ja, het is soms wel vrij lastig, want vooral in de voetbal heb je vaak dat je heel snel doorgaat en dan op een gegeven moment ga je het allemaal heel snel normaal vinden. Maar dat had ik dus in de vakantie, wat ik ook soms dacht van ja, het is wel, eigenlijk is het allemaal niet normaal wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. Maar ja, uiteindelijk gaat het gewoon allemaal door en moet je gewoon zorgen dat je constant blijft presteren. En dat is voor mij wel een doel, dat ik gewoon zorg dat ik elke wedstrijd constant speel. En zorgen dat ik in de basis kom en dat ik gewoon fit ben, ja. Kijk je nu terug, nu het een beetje ingedaald is op dat afgelopen seizoen met de ploeg? Ja, natuurlijk heel mooi. Ik denk dat we op elk front eigenlijk vorig jaar wel het beste team waren. Ook als je ziet hoe ver we in Europa zijn gekomen, dan uiteindelijk bij Roma net op het laatst verloren. En afgelopen seizoen dat we bijna elke wedstrijd wel gedomineerd hebben. Dus en we hadden natuurlijk echt een topteam. Dus ook qua spelers en ja, ik kon met iedereen goed vinden. Dus ja, ik heb wel echt genoten, ja. Wat verwacht je dan van komend seizoen, waarin je ook in de Champions League gaat spelen? Toch wat spelers zijn weggegaan, wat niet meer bijgekomen? Ja, dat gaan we zien. Ik denk dat op zich, ja, er zijn natuurlijk Orkun is weg en Seba en nog een paar anderen zijn weggegaan. Dus we moeten zien hoe het uiteindelijk bij elkaar valt. Nou, de eerste week dat ik hier nu ben, gaat het eigenlijk voor mijn gevoel wel vrij goed. Qua de vormen en de manier van hoe we willen spelen. Omdat ook veel spelers natuurlijk nog gebleven zijn. Dus we gaan het de aankomende weken zien, maar ik heb er wel gewoon vertrouwen in, ja. Is het ook voor jouw eigen positie? Want er zijn voor jouw eigen positie ook wat versterkingen bijgekomen. Hè? Is het ook wel lekker om die druk te voelen? Ja, ja, eigenlijk, ja, dat vind ik eigenlijk wel. Als ik gewoon als ik niet goed speel, dan moet er wel druk zijn dat er iemand anders in. Dus dat ik het gevoel heb dat je op de bank kan komen en zo. Ja, ik heb daar helemaal geen moeite mee. Als ik gewoon slecht speel en ik daar op de bank zit, ja, dan moet ik gewoon zelf maar zorgen dat ik beter speel. Dus nee, ik vind dat wel lekker, ja. Anders is het ook om nu dit seizoen in te gaan met de ploeg als misschien wel de favoriet voor de titel. Doet dat psychisch ook iets? Nee, voor mij persoonlijk, ja, ik zeg ook niet dat wij de favoriet zijn, maar het is gewoon, we moeten gewoon, gewoon hetzelfde doen als vorig jaar. Dat is gewoon hard werken als team zijn en dan hebben we genoeg kwaliteit om eigenlijk wedstrijden te beslissen. En we gaan zien wat er nog eventueel bij komt, maar ik heb er gewoon zin in. En ik denk dat we er op zich voor de periode waar we nu in zijn, dat we er gewoon al vrij goed voor staan, ja. Qua spel en qua manier hoe we willen spelen. Ja, kom je over van Excelsior, stapt hier uit de helikopter. We zeiden net al, je moest eventjes wennen in het begin. Daarna ging het ineens heel snel. Nu de afgelopen tijd werd je naam ineens gelinkt aan AC Milan. Hoe is dat als je dat meekrijgt? Ja, ja, dat is natuurlijk wel heel mooi om te horen dat echt zulke clubs geïnteresseerd zijn en zo. Maar ik heb gewoon het gevoel voor mezelf dat ik gewoon het liefst gewoon nog een jaar bij Feyenoord sowieso wil blijven. Ook dat het beste is voor mezelf. Dus we gaan zien wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ik heb het gewoon heel erg naar mijn zin, ja. Ja, het is mooi dat je op zo'n lijstje staat, maar ik kan me voorstellen dat met je vertrouwen en alles doet dat wel iets natuurlijk. Hè? Als je hoort dat zulke grote clubs jou op een of andere lijstje hebben staan. Ja, ja, het is natuurlijk wel lekker. Dat voelt gewoon goed. Dan weet je in ieder geval dat je goed bezig bent en dat er naar je gekeken wordt. Dus het is natuurlijk, je kan zeggen dat het niet lekker is, maar dat is het natuurlijk wel, ja. Ja, het streelt je ego, zeg maar. Ja, ja, wel een beetje. Ja. Hey, en deze voorbereiding, hè? Hoe verloopt die tot nu toe voor jou? We zijn nog maar een week begonnen en we hebben meteen al 2 wedstrijden gehad. Ja, je merkt wel dat het conditioneel dat je daar nog echt voor moet aanpoten. Want gisteren was ik na 30 minuten spelen, was ik wel vrij moe. Dus dat moet dan gewerkt worden. En morgen gaan we op trainingskamp, dus dan is het elke dag 2 keer trainen. Dus ja, daar heb ik geen probleem over dat uiteindelijk goed moet komen, nee. Hoeveel handtekeningen zijn er inmiddels al uitgedeeld? Heb je al spierpijn of valt het wel mee? Nou, op het moment nog niet zoveel, want Samuel die stuurde me langs iedereen net. Omdat we hier zo snel mogelijk naartoe moesten. Dus op het moment niet zoveel, maar dat gaat nog wel... Dat gaan we wel komen zometeen. Ik heb het gevoel dat er echt honderden ogen in mijn rug aan het priemen zijn. Die zoiets hebben van rond is af met die gozer. We willen een handtekening of een foto met hem. Ja, er staan er wel een aantal, ja. Zou ik nog een paar vragen stellen of zo maar afronden? Ja, ja, het is wel wat jij wil. Hè. Ik denk dat die anderen liever willen dat ik misschien stop, ja. Nou, dan doen we dat. Okay. Succes en we gaan je zien het komende seizoen. Ja, top. Dankjewel, hè.